Kunt u mij vertellen wat het park nou betekent voor de studenten? Nee, feitelijk geven wij een kansloze doelgroep de kans om zich te ontwikkelen en te leren. En ook straks in de maatschappij gewoon iets te betekenen. Wat is belangrijk in het leven van deze kinderen? Normaal zijn. Dus zoals de gewone mensen zelfstandig willen zijn, het zelf willen doen, het zelf willen kunnen en daarin als volwaardig worden gezien. Dus serieus genomen worden. Zeg maar 1/3 die haalt zijn diploma, dus een MBO 1 diploma. Op assistentniveau, het zijn de horeca, dienstverlening, onderhoud en administratie. En zeg maar de helft komt ook in het bedrijfsleven terecht, waarvan 2/3 weer zeg maar betaald. Betaald werk vinden. Dus dat zijn prachtige cijfers. Er wordt de afgelopen jaren behoorlijk bezuinigd, met name op de zorg. Voelen jullie dat ook? Ja, dat voelen we. En dat voelen ook de ouders en de studenten. Kijk, als hun persoonsgebonden budget is met 30% gekort sinds 2013. Dus dat is van het een op het ander jaar, krijgen ze gewoon minder te financieren. Dus dat betekende voor ons dat we ook hebben gekeken van wat kunnen wij nog bezuinigen, nog efficiënter organiseren. Toch kijken waar kunnen we geld verdienen, maar waar kunnen we ook een leerervaring van studenten creëren. Ik zie links ook allemaal mensen ja, met iets bezig, iets bouwen. Nou, dat is weer iets nieuws. Wat daar gemaakt wordt is een tuinhuis. Waarin we dus ook producten gaan verkopen met een terras voor het hotel. Er komen veel fietsers langs het park, dus heb ik een opening gemaakt. En deze mensen kunnen dus gewoon een versnapering kopen in het tuinhuis of op het terras een hapje, een drankje nuttigen. En reuring met het park en bekendheid is voor ons belangrijk. Ja, dus, ja. Dat begrijp ik. Nou, dan gaan wij ook nog wel een duit in het zakje doen wat dat betreft. Dat kunnen wij wel. Ja, het is niet veel wat we kunnen, maar reuring, ja, dat kunnen wij. Dat kunnen wij zeker. Ja, ja.